Mariska, bij je? 27 punten, begon net over, je wist het eigenlijk niet eens hoeveel je er had. Maar voor je gevoel wel een lekkere wedstrijd gespeeld? Ja, Frankrijk weten we eigenlijk al van tevoren dat we gaan winnen. Dus ons doel was scherper instaan, goed communiceren, zodat iedereen lekker kan spelen eigenlijk. Dat was ons hoofddoel vandaag, lekker dat gevoel krijgen dat we de halve finale zaterdag kunnen spelen. Ja, want Frankrijk was wel echt een maatje te klein. Waar merk je dat in het veld? Waar merk je dat aan, sorry? Je merkt echt dat wij 40 minuten lang volle kracht erin kunnen gaan. En dat we tactisch gewoon wat slimmer zijn. We zijn net wat sneller, we zijn wat sterker. Ja, dus de complete plaatje, we zijn op elke positie gewoon beter. Ja. Jullie waren al de favoriet, dat hebben jullie ook uitgesproken. Vind je dat jullie het tot nu toe waarmaken in de truck? Ja, ik denk het wel. Zeker gisteren hebben we natuurlijk van onze aartsrival Duitsland gewonnen. De dag ervoor tegen Engeland. Het waren wel twee partijen die heel close waren. Dus volgens mij maximaal 5 puntjes verschil. Dus ja, dat toont wel aan dat we ook wel kunnen omgaan met die druk. En nu is het gewoon zaak om de beelden terug te kijken samen en erover te praten. Om te kijken wat er nog beter kan, want het kan nog zoveel beter. En dat is ons plan om dat dit weekend te laten zien. Ja, en het was dus zo uitgesproken dat jullie favoriet waren. Schrik je dan een beetje dat ze zo dichtbij zitten, die ploegen? Of is dat inherent aan een EK spelen? Dat hoort erbij dat ze zo dichtbij kunnen komen. Nee, op het WK afgelopen zomer was het 1-2-3 was Nederland, Engeland, Duitsland. Ja. Dus het is eigenlijk best wel logisch dat die drie ploegen best wel dicht bij elkaar zitten. Dus, het wordt natuurlijk in Nederland gehouden, dat is denk ik leuk voor jullie, in Rotterdam. Ja. Hoe vind je het geregeld? Hoe is de sfeer, vind jij? Nou, ik vind de sfeer fantastisch, veel oranje publiek. Dit weekend wordt natuurlijk ook live uitgezonden op tv. Ik denk dat dat echt heel goed is voor onze sport. Ja, dus volgens mij is het de eerste keer dat echt twee volle wedstrijden worden uitgezonden. En, hoe gaat het sowieso met de sport? Je zegt, wordt nu live uitgezonden. Welke stappen zijn jullie nu aan het maken? Nou, we zijn zelf ook heel veel bezig om media zelf te benaderen. Dus kranten, radio, tv. Dus ik denk dat dat ook een beetje inherent is dat we zelf doen om de media aandacht te krijgen. En we hebben ook heel veel support al met de media. Zoals Parawasser ken je waarschijnlijk wel, die al heel veel voor Paralympische sport doet. Ja, dat wordt weer aan elkaar gelinkt en één mooi geheel wordt dat. Want je hebt het over Paralympische sport, jullie hebben ook geplaatst natuurlijk voor de Paralympische Spelen. Is dat uiteindelijk toch wel het allermooiste van allemaal? Ja, dat is echt de kers op de taart, daar ga je het doen. Ja. Je hebt er al één meegemaakt volgens mij, of meerdere? Twee. Ja. Hoe was dat? Hoe is die beleven vergeleken met dit EK? Met alle respect iets bescheidener denk ik. Ja, je kan het niet voorstellen. De Paralympische Spelen zijn zo groot. Je hebt natuurlijk alle sporten, zoveel nationaliteiten. Hier zijn maar een paar landen natuurlijk aanwezig. En dit is alleen een vrouwentoernooi. Dus het is best wel beperkt qua spelers wat er rondrijdt. Ja, het is gewoon niet te vergelijken. En ook de stadions, dat is natuurlijk immens. En in Rio was ook het gewoon uitverkocht. Londen was vaak uitverkocht. Ja, ik weet nog steeds mijn openingswedstrijd in Londen. Mijn eerste grote spelen, grote toernooi. Ja, was uitverkocht, openingswedstrijd tegen Engeland. En dan denk je, oh. Ja. Ja, je begint ook helemaal te stralen als het erover gaat. Ja. Het is volgens mij nog een jaartje, Tokio. Ja, hoe erg ben je er nu al mee bezig eigenlijk? Nou, we zijn er eigenlijk al vanaf Rio mee bezig. Dus 3 jaar nu al. Ja, en dan de volgende tegenstander om sowieso eerst het EK maar eventjes te pakken. Spanje? Ja. Ja, hoe liggen die verhoudingen met die ploeg? Zijn vierde geworden nu in de pool? Dat was ook onze openingswedstrijd nu. En daar hebben we best wel oké van gewonnen. Kon ook echt veel beter. Maar ik denk dat we nu wel de stappen hebben gemaakt om dat duidelijk te laten zien dat het afstand heel groot is. Ja. Wat wil u inderdaad ook in de halve finale alvast met het oog op die finale echt een keiharde score neerzetten? Zodat de tegenstander alvast bang dat veld in gaat de finale? Of is het echt alleen die halve finale winnen, that's it? Ik denk dat vooral het focus is dat iedereen lekker die finale ingaat. Of dat nou met 8 spelers is, het liefst 12. Dus ik denk dat de focus is om weer, net zoals deze wedstrijd, heel scherp te beginnen. En daarna doorroteren, zodat iedereen een lekker gevoel heeft.